Hallo Oldenzaal. Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er valt heel veel te kiezen voor de toekomst van onze Boeskelstad, dus ga vooral naar de stembus. De Oldenzaalse VVD heeft prachtige plannen voor de toekomst van Oldenzaal, maar die moeten vooral wel betaalbaar zijn. En daarom gaan wij voor het spaarvarken. Think big. Ruimte maken in onze begroting om dit te kunnen investeren in de binnenstad, in de zorg, in woningbouw, in sport, in cultuur en allemaal andere prachtige projecten. We staan voor grote uitdagingen en de Oldenzaalse VVD gaat die uitdaging aan met 23 geweldige kandidaten met de ambitie om Oldenzaal nog mooier te maken. En ik ga ze nu, de top 10, aan jullie voorstellen. Evelien Zinkweg. De afgelopen 4 jaar was zij als wethouder verantwoordelijk voor financiën, economie, duurzaamheid en groen. En ook de komende 4 jaar wil ze als wethouder aan de slag voor Oldenzaal. Hjalmar Mekelenkamp, jong en ambitieus. Hij gaat er de komende 4 jaar persoonlijk op toezien hoeveel starterswoningen er gebouwd gaan worden, zodat onze jongeren gewoon in Oldenzaal kunnen blijven wonen. Loes Nevels. Het sociaal domein is onze gezamenlijke zorg. Loes ziet erop toe dat preventie ook echt preventie is en dat de zorg ook op de langere termijn betaalbaar blijft. Geert Nijland. Nog meer goederentreinen over Oldenzaal spoor? Daar gaat Geert zich met hand en tand tegen verzetten. Noordtak is prima, maar dan wel langs de A1. Ed Kostrink. Dat je nooit te oud bent om te leren, dat bewijst Ed. Net zoals dat je duurzaamheid ook kunt realiseren zonder groene toeters en bellen. Maar wel met kernenergie. Rick Besseler. Hij is een strijd aangegaan met straatintimidatie. Het probleem dat in Oldenzaal helaas groter is dan we ooit gedacht hadden en wat hij in de raad hard wil gaan aanpakken. Erwin Ibma. Een bliksemcarrière in de politiek? Als het aan hem ligt wel. En als hem dat lukt, dan was zijn stadsidee voor het Molkenboer letterlijk en figuurlijk het begin van iets bloeiends. Maurice Grobbe. Met een frisse blik als jonge ambtenaar staat hij voor een klantvriendelijke en persoonlijke gemeente. Dus met hem kan de service op het stadhuis alleen maar omhoog. Mirko Uitslag. Deze ondernemer verzamelt graag nieuwe ondernemers om zich heen. Niet alleen omdat ondernemers goed zijn voor nieuwe banen, maar ook omdat ze onze cultuur en sport een warm hart toedragen. En ik ben Edgar Visser en ik mag de 1 dragen. Ik maak mij sterk voor al deze prachtige kandidaten die allemaal een stoel willen bemachtigen in de gemeenteraad om Oldenzaal nog mooier te maken. 16 maart, stemlijst 3, Oldenzaalse VVD.